kijkers van Online Kimse van Hartek, welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van GTA nummer 5. Goed jongens, wat gaan we vandaag doen? We gaan met de dag verder waar wij afgelopen donderdag waren gebleven. Welkom, we gaan helemaal goed, perfect, goed, prima, goed, ja, prima, goed, ja, perfect. Ja, goed, ja, zoals je natuurlijk weet, zijn nog wel een aantal dingen wat ik eigenlijk nog wel wil gaan doen in GTA 5. Ondanks dat er nog twee afleveringen zijn, wilde ik eigenlijk gewoon... Ja, die parachute springen is allemaal leuk en aardig, maar ik wilde wat races gaan doen. Zoals deze hier. Dus die gaan wij dus ook gewoon doen. Ja, alleen het is leuk om een auto te hebben. En die hebben we dus niet. En geen krakauto. Die kan ik wel pakken. Blijf godverdomme staan jij. Druit. Oké, dan rijd je toch gewoon zo. Ja, wat staat er nou natuurlijk die hele lange stream? Die wil ik sowieso gaan doen. Aflevering 97. Net niet de 100 gehaald. Mwah. We hoeven niet altijd 100 te halen. Het is een lekker karretje deze. Dus ik wil zoveel mogelijk races gaan doen vandaag. Misschien dat we iets langere aflevering maken. En dan beginnen we het serieuze werk. Het was allemaal leuk en uit. Wel dat eerste, de laatste aflevering van dit jaar. Maar ja, dat is allemaal eerder gekomen. Want op een gegeven moment moet je er ook een eind aan maken. En dat gaan we met GTA ook doen. Ik heb trouwens wel een nieuwe serie bedacht. Maar die wil ik toch wel eigenlijk in januari laten gaan starten. Ik denk waarschijnlijk twee zelfs. Dus dan moeten we even kijken wat we dan op de dinsdag en op donderdag om 18:30 online gaan zetten. Maar voorlopig sowieso even niks. Maar dan moeten we nog even allemaal gaan bekijken. Want dan heb ik voor GTA 5 wel een beetje gezien. Oh. Misschien dat we zeg maar ooit wel eens een keer GTA 5 terugkomen, dat we dan... Wat de fuck zijn ze hier nou weer aan het doen? Maar voorlopig is het klaar. Ja, ik wil graag meedoen. We zijn van dit soort auto's. Maar Traf heeft wel een coole wagen. Oké. Okay. Hoe, daar gingen we al. Je gaat me niet van die berg af donderen hoor.
Je moet het rustig en kalm doen voordat je weet hoe je er vanaf gesodemiet had. Worden we al bijna gedaan. Kijk, hier zo kan je wel een beetje gas geven. Kan je gewoon. Zo. Maar toch gaan we het wel 11 maanden volhouden, GTA 5. Gas, je gaat me niet vertellen dat nog... Nee, we worden eerste. Eerste plaats, mooi. Plus 500. Nieuw of roodhoek. Oké, en waar zit die? Het is een zee. Dit is ook een zee. Dat is meer van Michael. Het is een zee. Oké, en nu zal hij dat toch... Hier zo is dat. Zullen we deze doen met dat... Ja, laten we deze gewoon doen. Dan we gewoon proberen om zoveel mogelijk races nog te gaan doen. Ja, ik ga jou niet helpen. Ja, als we naar die L gaan, dan moeten we ervoor zorgen dat we s'avonds gaan. Want dit is vrij lange... Die kan makkelijk een uur duren, hè. Dus daarom gewoon lekker in het weekend. En ik ben heel benieuwd. Ik heb die race die heb ik nog nooit gedaan. Dus dat we donder ook heel wat races misschien kunnen gaan doen. Dat zou wel mooi zijn. En ja, doe die parachutespringen die laten we dan maar. Dus de gevangenis. We uiteraard niet op het terecht komen. Nou, maar dat GTA 6 komt, dat duurt nog even. Dat duurt misschien 3-4 jaar. Maar nu ben ik dan ook een beetje klaar met GTA 5. Dus misschien had ik ervoor zorgen dat ik zeker een jaar geen GTA 5 laat komen. Want GTA Online, dat zal hem ook niet meer worden, hè. Kan ik hier zo ertussen? Ik kan ertussen als het moet. Oh, en dat is hier. Is dat niet een beetje raar op een rare plek? Of ga ik met motors hier afzeuren? Dit is een soort bouwbedrijf.
En ze allemaal met, ja, met bulldozen komen. Oh, gigantische ding. Ik moet eigenlijk... Hier zijn naar boven. Hij is weg. Is dat niet dat hij op een tijdstip moest? Oké, ik rij even terug. En dan zal ik denk ik weer terug. Hier zo. Hij staat er wel. Volgens mij is hij op een bepaalde tijdstip. Oké, weet je wat? Waarom kan ik ook niet switchen dan? En dan zoeken ze het meer hier zomaar uit. Dan switchen we nu naar... Michael, die moet nog wat van die zeeraces doen. Okay, en hij zet hier maar hier. Welke zeerace moeten we doen? Twee, drie, die hebben we gedaan. Dat is zo ver. Hoe kom ik daar? Deze auto die laat ik even hier zo staan, mijn eigen auto. Ik pak er hierheen. En wegwezen! Volgens mij was hij aan het bellen. Dan heeft hij pech. Dat kan hem al. Dan zijn we als een speer daar. Ja, ik help jou sowieso niet. Zoek het maar uit. Oeh. Ja, die is net ietsje snel hier binnen door. Oeh, shit, sorry. Ik dacht, ik haal dat wel.
Nee, we gaan gewoon ver rechtdoor. En die stond net ook zo rechtdoor. Hij stond ook eerst zo rechtdoor. Oh ja, net, ik moet... Oh ja, dus ik had toch zo moeten. Jongen, 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 jongen. Nou, doen we even deze. Ho, ho, ho. Zit er hierop? Ja, zo kan we natuurlijk ook. Ja, ja, dit gaat goed. Even kijken waar ik het dan vanaf moet. Dat weet ik zo even niet. Oh, dat duurt nog even. En ik moet... Ja, dat is vrij moeilijk. Het is op een klote plek. Ja, volgens mij moet ik toch, ik ga gewoon hier zo doen, vanaf. En dan heb je hier zo die zee. En dan kun je wel blijkbaar. Moet ik hier. Naar links. En als het goed is. Kunnen we aan zijn. Maar dan moet ik die auto natuurlijk niet in het water. Ik kan... Oh nee. We hebben wat anders. We gaan gewoon... Ik kom erop. Er zijn hier behoorlijk wat golven. Ik ga hier echt niet duiken hoor. Maar aan de andere kant waren allemaal haaien. Hier niet. Hallo. En go! Oh, we rijden ook letterlijk deze kant op. Hoppa, dat is er al eentje minder, hè? Die is er vanaf gegaan. Nog eentje er vanaf. Nu zijn ze dus ook... Zat het ver of niet?
hoe als ik jou toch had, hè? Ja. Chatty. Zou je... Oh, ze zijn... Ja, wacht. Echt. Voor mij komt mis het uit checkpoint. Ja, natuurlijk mis die checkpoint. Opnieuw. Maar eerst ga ik een paar mensen vanaf sodomieteren. Nee, dan niet. Oké. Golf hier. Niet meer normaal. Dat is zo irritant dat er zo hoge golven hier staan, hè? Kijk er volop er vanaf. Hier zo, weer hier zo terug. Man. Naar links, goed zo. Is het al 8 uur geweest? Ja, dan kunnen wij een straatrace doen. Die moeten we nog. Ik wil eigenlijk een straat race gaan doen. Het is niet handig om hier aan land te gaan. Hebben we geen straatrace? Misschien moeten we switchen naar Franklin. Laten we dat dan maar even doen. Die is natuurlijk gewoon thuis. Hebben ze die niet meer? Ik dacht van wel. Laten we even naar zijn auto gaan. Die is hier. Zullen we deze dan doen? Ja, als we toch zijn. Ja, ik pak gewoon gelijk deze auto. Probeer die auto nu niet in de prak te rijden. Het is heel voorzichtig.
Zo. Ja, we zijn alweer wel 25 minuten bezig. Maar dat is niet zo erg. Ik moet ervoor zorgen dat ik hem... deze auto niet sloop. Heel voorzichtig hier doorheen. Dat is volgens mij op het vliegveld, of niet? Mag ik überhaupt wel op het vliegveld komen? En volgens mij geen... ik heb niet die... vliegbevel. Dat heb ik niet. Ja, nu moet ik even goed kijken. Ik moet... zijn naar boven of onder? We pakken... gewoon precies hoe jij het zegt. Dus dat is hier links blijven. Nee, deze niet. Ik heb hem nu wel een beetje gesloopt. Nice, ik eerst. Juist, zie je onder is dat. Voor 1000 euro, ja, vooruit dan maar. Ik doe mee. Come on! 27 minuten bezig. Oeh, uit. We gingen in een keer. Ja, kijk, die kan ik mooi gebruiken. Oh, we staan hier, ze. Oh, ik moet trouwens... helemaal... shit! Dat kreeg je dus! Dat je de verkeerde afslag neemt! Gas erop! Jongen, echt! Friendly spookt Arrival Racer. Ja, ik weet het. Opnieuw. Dus we weten welke afslag. Rechts. Gewoon rechts blijven rijden. Hoppa, nu heb je de goeie. Dit was dus deze. Zo, hoppatee, we hebben ze weer ingehaald. Ik wacht nog heel even een piepklein stukje. Dan ga ik hem nu weer zo doen. En dan gaan we naar links. Oh, dit stuk, dat lukt me wel. Dan pak ik de rechts. En als het goed is, hopelijk rechtdoor. Deze, welke, wat zegt hij? Rechts, zegt hij. Ja.
deze. Nu heb ik hem goed. En dan is het gewoon door blijven gaan, hè? Hier ertussen. Moet ik hier remmen. Zo, want ze komen heel dicht bij je. Ja. Sukkel. Dan zit ik vast hier. Dat is niet echt wat we nodig hadden nu. We moeten weer achteraan gaan, hè? Nou, dat is op zich wel te doen. Als je nou naar hier een haal. Dus gaan we echt de bocht door. En we hebben hem na 32 minuten. Airport, jij gehaald. Plus 4.500 euro. Dan hebben we toch 3500 euro winst gemaakt. Krijgen we nog wat er nog een. 1, 2. Nee, dat waren ze. Goed jongens, dan zien we elkaar natuurlijk gewoon lekker weer de volgende keer weer terug. Kijk eens. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot donderdag dan weer jongens. Mazzel!